Verzetsheldin Trein van Leenput is de koningin. Paus Adrianus heeft de rol van loper. En een leger van Nijntjes doet dienst als pion. En deze mag natuurlijk ook niet ontbreken in dit Utrechtse schaakspel. De Domtoren is het belangrijkste stuk van onze stad. Dus dat is de koning van het schaakspel. Raadslid André van Schie ontwierp de stukken en liet ze produceren in China. Het is een afscheidscadeau aan de gemeente waar hij bijna negen jaar actief was. Van Schie wordt lijsttrekker voor de VVD in de provinciale staten. Nou, ik zocht iets echt Utrechts om uh, afscheid mee te nemen uh, en dat ook uh, een beetje een knipoog heeft naar uh, het werk wat we doen in de gemeenteraad. Ik mag er honderd verkopen van uh, Nijntje-rechthebbenden uh, en de opbrengst is voor het Willemine Kinderziekenhuis hier in Utrecht en die zijn er ook heel blij mee. Het schaakspel is razend populair. Van Schie wordt plat gebeld door geïnteresseerden. Dus ambtenaren, mensen uit de politiek, uh, mensen van belangenverenigingen, nou, die weten me te vinden als er wat nodig is en die weten me nu ook te vinden, dus dat is heel leuk. Uh, dus het loopt echt storm, daar ben ik heel blij mee. Uiteindelijk hoopt het afzwaaiend raadslid met dit bijzondere schaakspel een boodschap over te brengen: Wees zuinig op onze stad, zorg goed uh, voor onze inwoners en uh, heb ook een beetje plezier met elkaar. En laat de dom niet omvallen dat is heel belangrijk.